En dan hebben we nog iets anders. Naast Westendorf heb je al wat meer plaatjes gemaakt voor een album. Ja, precies. Nou ja, dat album, dat wordt een meerjarenplan zo langzamerhand. Maar ik ben erg druk met andere projecten allemaal. Dus iedere keer wordt het opgeschoven. Maar ik ben in de eindfase van mijn eigen cd. Die wil ik dit jaar ook presenteren op een zeer spectaculaire wijze. Maar ik ben eigenlijk nog... Het laatste wat ik nog moet hebben is een duet. En ik ben nog even aan het denken met wie ik dat kan en mag doen. Dus daar is nog even het wachten op. Nou, met een vrouw is wel het uitgangspunt. Maar het kan ook maar zo weer veranderen hoor. Dat er vandaag morgen zo een leuke duetpartner voorbij komt in de vorm van een man. Weten we nog niet, maar de voorkeur gaat uit naar een vrouw, ja. Het is een ballad-achtige love song. En ja, ik weet niet, ik ben nog een beetje aan het aftasten, aan het kijken wie er ook wil. Ik bedoel, moet maar net dat iedereen dat ook wil. Maar ik zou 123 niet 123 zo'n naam kunnen noemen, maar ik ben aan het zoeken.